Welkom op dag 9 van de overvloeduitdaging van Deepak Chopra, vertaald door Karuna. Het leven bloeit op door de stroom van geven en ontvangen. Niets is statisch. Onze lichamen floreren door dynamiek en constante uitwisseling met het universum. Cellen floreren door de coöperatie met elkaar, evenals alle organen. Bloed moet vrij kunnen stromen. En het stoppen van het stromen creëert stremming, net als het indammen van de stroming van een rivier stagnatie creëert. De natuur geeft ons een perfecte symfonie. De zon zorgt voor warmte, zodat zaadjes kunnen ontkiemen, en regen brengt het nodige vocht naar de gewassen die ons vervolgens voedsel geven om onze lichamen te voeden. Nergens in de natuurlijke wereld bestaat hamsteren. Het proces van geven en ontvangen is cruciaal en een onderdeel van de rijke overvloed van de natuur. Op deze manier is de wet van geven zeer simpel. Als je vreugde wil, geef vreugde aan anderen. Als je liefde zoekt, bied liefde aan. Als je verlangt naar materiële welvaart, help dan een ander om welvarend te worden. De gemakkelijkste manier om te krijgen wat je wil, is om de stroom van overvloed te laten circuleren en anderen te helpen krijgen wat ze willen en wat ze nodig hebben. Om gezegend te zijn met alle goede dingen in het leven, inclusief overvloed, leer je om iedereen in stilte te zegenen met alle goede dingen in hun leven. Een aangename gedachte, goede wensen, waardering, complimenten of zelfs alleen een glimlach. Hoe meer je geeft, hoe meer je ontvangt. Beschouw overvloed gewoon als een naam voor universeel goed dat altijd beschikbaar is voor jou als een goddelijk, liefdevol en meelevend wezen. Door het accepteren van de goedheid van het leven en het aanbieden van dit aan anderen zal je werkelijke overvloed creëren in je eigen leven. Praktiseer vandaag de wet van het geven door een klein cadeautje aan te bieden aan iedereen die je pad kruist. Het cadeautje hoeft niet duur te zijn of geldelijke waarde te hebben. Een bloem, een glimlach, een welgemeend compliment, een helpende hand of stille zegen. Sta open voor alle geschenken die jou worden aangeboden. Als we ons gereed maken voor de meditatie, laten we een moment nemen om op de centerende gedachten van vandaag te focussen. Vandaag en elke dag geef ik wat ik wil ontvangen. Laten we nu beginnen. Zorg dat je gemakkelijk zit in een comfortabele positie. En leg je handen ontspannen op je schoot en doe je ogen dicht. Richt je op dit moment naar binnen toe. Naar die plek van innerlijke stilte, waar we onze verbinding met het hogere zelf voelen. Laat al je gedachten los en richt je op je in- en uitademing. Met elke in- en uitademing sta je jezelf toe om meer te ontspannen. Je staat jezelf toe om je comfortabeler te voelen en rustiger en vrediger. Introduceer dan het mantra van vandaag en herhaal dit in je gedachten en laat het stromen zonder moeite. Om Vardhanam Namah. Om Vardhanam Nama. De kern van mijn wezen is de ultieme realiteit. Om Vardhanam Nama. Als je voelt dat je wordt afgeleid door gedachtes of sensaties in je lichaam of geluiden in je omgeving, richt dan je aandacht op het herhalen van het mantra.
Ga door met deze meditatie totdat je op het eind een bel hoort, welke aangeeft dat je het mantra weer mag loslaten. Om Vardhanam Nama.
Het is nu tijd om het mantra weer los te laten. Word je weer bewust van je lichaam? Neem een moment om te rusten en je weer op je diepe in- en uitademing te richten. Als je je er klaar voor voelt, doe dan rustig je ogen weer open. Als je verder gaat met je dag, draag dan het bewustzijn van overvloed met je mee en herinner jezelf aan de centerende gedachten van vandaag. Vandaag en elke dag geef ik wat ik wil ontvangen. Vandaag en elke dag geef ik wat ik wil ontvangen. Vandaag en elke dag geef ik wat ik wil ontvangen. Namaste.